Ja, belangrijk en spannend debat morgen hier. Want vorige week, tweede Pinksterdag, werd het een beetje druk op de Dam. En burgemeester Halsema besloot niet op te treden, demonstratie niet ontbinden. En daarover moet ze morgen hier in de gemeenteraad verantwoording afleggen. En we gaan toch eventjes kort vooruitblikken. En dat doen we, jullie wel bekend waarschijnlijk, met twee van onze politieke watchers. Om te beginnen, Fatima Elatik. Ver verleden natuurlijk stadsdeelvoorzitter in Oost, tegenwoordig strategisch adviseur, vertelde hij me zojuist. ZZP'er, ondernemer dus intussen, aan de andere kant collega bij WNL en politiek analist Martijn de Greve. Van harte welkom, jongens. Dankjewel. Om te beginnen, misschien even een spoiler alert van tevoren. Gaat ze het overleven, Fatima? Ja, ze gaat het overleven, maar in politieke zin? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja. Martijn? Jawel, maar wel met heel veel averij. Ja. Ze hebben wel de schrammen opgelopen. Ja, dus de vraag van het debat morgen is dus niet, wint ze het in een aantal zetels? Nee, dat staat van tevoren vast. Ja. Maar de vraag die wel boven de markt hangt is, hoe groot is de schade aan het eind van het debat? Want de coalitie steunt haar nog eventjes en de oppositie, VVD en Forum voor Democratie hebben al aangekondigd dat ze een motie van wantrouwen gaan indienen. Wel redelijk op tijd als je het debat nog moet. Ja, eigenlijk, ik zit meteen naar jou te kijken, Fatima, want we waren natuurlijk, we kwamen hier aan en zei, it's much to do about nothing? Of wat is het eigenlijk, een storm in glas water volgens jou? Nou ja, het is geen storm in glas water. Ik denk dat het echte politieke debat wat eigenlijk plaats moet vinden morgen is de echte analyse van wat we hebben gezien. Dus nu, als je motie van wantrouwen twee weken van tevoren aangekondigen, dan wil je eigenlijk het debat niet afwachten, terwijl dat debat juist echt heel noodzakelijk is. Namelijk een goede analyse, wat hebben we nou echt gezien op de Dam? En ik denk dat die vraag nog niet beantwoord is. Mm-hmm. Wat ik zie is echt een verschil met de afgelopen jaren, is dat de grote onderstroom die al jaren in deze stad zich uitspreekt tegen racisme, is nu bovenstroom geworden. En ik zie dat bij de manier waarop de politie reageert. Dus het ongemak wat ik altijd intern bij de politie heb gezien rondom racisme en discriminatie. Voor de goede orde, intern. Je hebt hen ook geadviseerd over diversiteit onder andere. Ja. Nou, niet over diversiteit, maar over hoe ga je om met de veranderende samenleving. Dat is breed dan diversiteit. En dat het ongemak wat ik daar intern zag met de diversiteit intern, hoe je daarmee moet omgaan, vertaalt zich nu ook naar een externe ongemak en onzekerheid. En eigenlijk een onmacht, want dat is wat je zag staan gebeuren op de Dam. Dus, en wat de organisatoren denk ik heeft verrast van de demonstratie is dat ze altijd verwachten bij demonstraties, mensen zoals zij die staan voor de vraagstukken, wat de grote toestroom was, was de grote generatie witte mensen tussen de 20 en de 40 die met kinderen en gezinnen naar de Dam kwamen. Dus er is echt iets fundamenteels anders gaande, waarvan ik vind dat de driehoek, dus ik kijk iets verder dan alleen de burgemeester, driehoek, daar goed over moet nadenken, want zoals we de stad hebben bestuurd, ook vanuit de veiligheidsdomein afgelopen jaren, is echt vanuit een oude witte gemeentepolitie-achtige manier van kijken naar buurten. Wil ik eigenlijk straks dan nog wel even komen, want ik bedoel, het gaat natuurlijk ook wel ergens over morgen het debat, want je zegt niet voor niks dat ze natuurlijk wel een flinke schram oploopt. Er zijn wel fouten gemaakt in aanloop naar deze demonstratie. Ja. Maar eigenlijk wat hier nu gebeurt is dus ook de spanning van morgen. Want je zat zien dat heel veel partijen de waarde van die demonstratie, eigenlijk mondiale, hè, er gaan dagelijks miljoenen mensen de straat op. Dus als je eigenlijk uitzoomt, zou je kunnen zeggen, nou kijk eens wat hier gebeurd is ten opzichte van miljoenen mensen die overal de straat op gaan. En dat wil je natuurlijk, aan de ene kant zullen bepaalde partijen dat in het debat willen hebben, en die anderen zullen zeggen, ho, daar gaan we het helemaal niet over hebben, daar gaan we zelfs een keer apart over praten. Waar we het nu over gaan hebben is stapsgewijs hoe de demonstratie technisch, tactisch, qua waarneming, professioneel, bestuurlijk verlopen is. En dat is wat er morgen gaat gebeuren. Dus ik denk dat heel veel partijen dat dus uit elkaar willen houden. Ja, maar dat kan niet. Juist, ja, dat is heerlijk. Omdat dat we, niet. Omdat we kan nu in een pandemie zitten, er is een noodverordening, er zijn regels. Je kan niet het debat voeren op de besluitvorming die door de driehoek is genomen, om bijvoorbeeld niet in te grijpen of niet tijdig te weten hoe de toestroom zou zijn, zonder te analyseren hoe komt dat dan. Dus als je het echte debat wil voeren, kijk, als je politiek wil kissenbissen, dan moet je het vooral niet over hebben. Maar als je het echt wil hebben over dit moeten we voorkomen, dit willen we niet, hier moeten we van leren. En we willen ook een bestuurder die verantwoording aflegt en misschien wel een tik geven, dat mag ook en dat hoort ook bij het politiek. Maar dan moet je het wel breed zien, want dit is niet iets wat nu weer teruggaat. Dus dan was je eens met de eerste reactie van de burgemeester om 5:00 op die dag van deze demonstratie vind ik eigenlijk te belangrijk. Later heeft ze dat ingetrokken, gecorrigeerd dat het haar om het demonstratierecht gaat. Maar eigenlijk gaf ze daarmee te kennen van dit is zo belangrijk, ik wil dit niet ontbinden. Ik denk dat de burgemeester heel goed heeft ingezien
wat deze demonstratie betekende. En ik heb het niet alleen maar voor de samenleving, voor mensen die er stonden, maar ook voor onze instituties, ook de manier waarop we deze stad besturen. De toestroom van mensen die niet alleen maar zwart waren, want vroeger was het altijd zo bij Kick-Out Zwart Piet, laat me even uitspreken, is je zag op een gegeven moment dat de grote groep, en die vind ik heel interessant, van de witte mensen tussen de 20 en de 40 die massaal waren gekomen, dat zegt iets over. En dat je dat niet van tevoren hebt kunnen zien of voorspellen als instituties in het veiligheidsdomein, dat is het echte gesprek. Als we echt willen leren van wat we hier aan het doen zijn. Ja, nee, Martijn, dit, ja. Dit krijg je dus morgen, want je krijgt dus heel snel, dus als je zegt, dit is eigenlijk een futiliteit ten opzichte van de grootheid en de heftigheid van waar deze demonstratie eigenlijk over ging. Maar daarmee zeg je eigenlijk dat je dan bijna geen kritiek meer mag leveren. Want dan zou je eigenlijk daarmee de grootheid van wat er nu mondiaal gebeurt ontkennen. En het gekke is, er zitten gewoon, je kan niet anders dan toch concluderen hoeveel waarde je aan die demonstratie ook hebt. Ze heeft gewoon bestuurlijk een hele weifelende, weinig doortastende indruk gemaakt. En nog sterker zelfs, wat ik het mij het meest verbaasde, jij was op de Dam, ik zat er thuis via mijn telefoon te kijken. Het meest verbaasd heeft, als er nou uitgerekend iemand in die onverwacht veel te grote instroom dat podium op had gekund. Want nu is de situatie gecreëerd dat als er nog maar één mogelijkheid was met de lange lat, ongeveer met agressie, de boel op elkaar slaan. Als er nou één iemand in de positie was geweest qua demonstratie en mensen die er waren, was zij geweest die de mensen op een rustige manier had kunnen vragen. Het is heel belangrijk dat we het hierover hebben, maar we moeten nu vanuit collectieve veiligheidsoverwegingen, ook die van u, maar ook van de mensen thuis, uit elkaar gaan. En nu is er eigenlijk feitelijk niks gebeurd. Zie je een achterlijke app-conversatie die niet goed voor de minister is, maar nog slechter voor de burgemeester. Dat gezeur over een telegraaf zeg, over de beeldvorming, wie waar elkaar een rugsteuntje geeft. Ze is hier verantwoordelijk en ik vind dat ze dat ook in een ordentelijk debat morgen zich over moet verantwoorden. Zonder meteen in de discussie dat als je kritiek op haar hebt, dat je dan in het hoek wordt gezet van dat je dan racisme of discriminatie zou ontkennen. Nee, volgens mij is dat je ook moet niet, het uit elkaar kunnen trekken. Nee, volgens mij is dat ook niet mijn insteek. Nee, is ook maar, niet dat. En ik denk ook niet van veel mensen dat de insteek is. Ik vind de raad is de plek waar de burgemeester verantwoording aflegt voor het functioneren in dit geval van de driehoek, dus niet alleen de burgemeester. Ik vind de interessante vraag is, hoe komt het dat het hele veiligheidsketen, dus niet alleen de burgemeester, want zo'n besluit neemt ze niet alleen, dat neemt ze in het kader van de driehoek om niet in te grijpen. Hoe komt het dat de driehoek dit niet heeft zien aankomen? En ook op basis van wat baseer je nou de advisering die je geeft aan de driehoek? Hè? Dus je hebt de informatieposities één, maar ook belangstelling hebben in wat er in je stad gebeurt. Dus echte belangstelling. Dus weten wat die globale effecten hebben. Maar Martijn zegt even het weifelende optreden van de burgemeester in de aanloop en op die dag zelf. Ik weet niet of het weifelend is. Ik denk dat ze alles over... Wacht, mag ik uitpraten? Je zit wisselend te denken. Nee. Oké, ga door. Kijk, in zo'n positie zit op zo'n moment. En dus met gebrekkige informatie een besluit nemen. Ik denk dat ze heeft gedaan wat ze op dat moment, en de driehoek heeft gedaan wat ze op dat moment correct acht en het meest veilige optie. Ik heb in Rotterdam gezien waar ze wel voorbereid waren en heel lang demonstratie laten doorgaan. En dan 2 minuten voordat het afgelopen is, dan met politie en ME-busje door de straat lopen. Kijk, dit is het probleem met als je niet goed wel ingelicht bent en je organisatie niet zo inzet, dan moet je uiteindelijk ingrijpen tot de repressieve maatregelen. Was in Amsterdam misschien niet nodig geweest? En het is ook voor gekozen om dat niet te doen. En ik vind dit echt een interessante discussie, vooral in het veiligheidsdomein. Want dit is niet de eerste en de laatste keer dat we dit soort demonstraties gaan krijgen. En dat is wel wat ik mee wil geven. De geest is uit de fles. Maar we gaan even naar Martijn. Maar als je iedereen die dat live heeft zitten kijken, met grote ontsteltenis. We hadden de eerste dag van de lockout. Alle ondernemers hadden hun tenten verbouwd. Ik snap het. En je zit er te kijken. En dan vervolgens komt de burgemeester in beeld. En maakt ze eerder de indruk van een deelnemer dan van een gezaghebbende burgemeester die staat voor de veiligheid. Van de gezondheid. Dat beeld, volgens mij, dat kan toch ook niet anders dat jij daar ook met enige fronse wenkbrauw naar gekeken hebt? Ik zeg het je eerlijk. Ik had niet het gevoel dat zij een deelnemer was. De beelden die ik zag, ze stond aan de zijkant van de demonstratie te kijken. Heeft met de politiechef gesproken en is daarna weggegaan. Ik had niet het gevoel dat zij deelnemer was. Ik zag die beelden ook pas later toen ik thuis was. Ik stond ongeveer op dezelfde omgeving waar zij stond. En ik vond het niet dat ze daar als deelnemer stond. Maar wat vind je van het punt van, ze had misschien, het wordt nu meteen inderdaad de gevolgtrekking gemaakt van als je ingrijpt, dan had dat tot politiegeweld geleid. Ze was daar. Ze had misschien inderdaad ook een tussenoplossing van jongens, hartstikke mooi dat we hier zijn met z'n allen, maar ik zie echt dat het te druk is. We moeten weer huisarts kiezen. Had gekund. Was ook een optie geweest om op het podium te stappen en zeggen, lieve mensen, dank jullie wel. We snappen jullie punt en we leven met jullie mee. Maar, en dan nog ga ik terug naar op basis van welke afweging heeft ze dat niet gedaan en op basis van welke adviezen. En dat is waar ik echt benieuwd naar ben. Want dit is niet iets wat alleen maar
voor ja, dus probeer je het breder te trekken naar de driehoek. Want als ik de brieven gelezen heb tot nu toe, zegt zij ook heel veel. Van de politie zegt, ja, 300 man. Ja. Zeggen andere mensen, maar ja, een beetje naïef. Ja. Misschien van de politie en zo ook van haarzelf misschien. Nou, ik heb een tijdje bij de politie gewerkt. En waar we mee bezig waren, was goed nadenken over hoe die veranderende samenleving effect heeft op onze eigen organisatie. Over ons veiligheidsbeleid. En ik constateer helaas, ik ben alweer 3 jaar weg, dat het veiligheidsbeleid nog steeds geënt is op de blik van een bepaalde manier deze stad veiligheidsmatig te besturen. En dat is niet meer van deze tijd. Maar weet je, er is veel kritiek geweest ook hoe ze het heeft afgehandeld. Hè? Dus de brief dat hij defensief was, anderen de schuld gaf. Het spannende voor haar is nu in die raadsvergadering, ze weet dus dat ze de meerderheid behoudt, maar ze heeft ook enorme invloed op hoe diep die schade wordt. Als zij morgen de kaart weer trekt van alle andere mensen, dus heel erg de driehoek, de politie, et cetera, dan denk ik zelfs dat het risico loopt dat de partijen die nu nog weifelen, dan ook voor de motie van wantrouwen zijn. Bijvoorbeeld het CDA's partij, die zegt echt, ik wil een echte sorry horen, ik wil een echte mea culpa en ik wil een verbeterplan dat niet nog een keer gebeurt. Even doorgaand op dat punt, we hadden het net even over die app-conversatie. Ja, wat moesten we daarvan denken? Want dat was toch wel een enorme plotontwikkeling afgelopen week. Ik heb daar toch een dubbel gevoel bij. Ik zeg je ook als een soort politieke junkie vind ik het ook smullen te lezen. Ja. En tegelijkertijd denk je ook, het is wel heel triest dat op dat soort momenten twee mensen eigenlijk zo voor beide. Voor de liefhebber ziet weten. Haar momentum dat zij zegt, dit schrijf je omdat je weet dat er een wop komt. Ja. Ik denk dat ze dat feilloos goed aanvoelde. Het is schadelijk misschien ook omdat zij natuurlijk samen straks weer ook door één deur moeten. Ik bedoel, Amsterdam heeft agenten nodig. Dus daar zal ze toch ook weer zaken moeten doen met dezelfde minister. Ik geloof dat ze dan wel weer professioneel zijn om daar dan wel weer overheen. Dit is wel echt, als dit wel heel keihard op straat, toch? Nou, het is vooral voor het imago, het beeld. Het is wel een mooi precedent, want er zijn wel meer app-conversaties die we zouden willen lezen van ministers die communiceren met anderen. Nou ja, de gevolg is wel, denk ik, dat je nu wel 3 keer nadenkt voordat je weer wat met de app met elkaar wisselt. Zeker als je dus in het openbaar bestuur werkt. Absoluut. Maar daarin zeg je ook dus een moment, een kantelpunt, dat de burgemeester, dus nadat de media, met name de Telegraaf, het oppikte en zeiden van jongens, wordt die zo druk, dat zij dacht van hey, ik heb backup nodig. Had ze dat eigenlijk wel op die manier moeten doen? Want ze had dat toch al een beetje gedaan. Van om 5 uur had ze gezegd van jongens, we gaan het hier iets anders doen dan gepland. Ja, ik vermoed dat eigenlijk die app-conversatie voor een deel langskomt. Kijk, wat daar dan, dat is het vervelende nu ook van de situatie voor haar. Wat daar uitgehaald zou worden, zijn bijvoorbeeld de opmerking dat dit de gouden kans voor rechts-Nederland is. Ja. Want dan zeggen heel veel mensen, en dat zouden de rechtse partijen zijn, die zeggen morgen, hallo, u bent de burgemeester van alle Amsterdammers. En die doet net alsof een deel van die Amsterdammers nu de vijand ongeveer zijn. En het ging hier over de veiligheid van Amsterdam. En dus dat soort opmerkingen, die zal ze echt onder de neus gevreven krijgen. En dat is dus de schram, de schade die zij in deze kwestie sowieso heeft opgelopen. Denk ik. Ja. Hoe zie jij dat, Fatima? Want we moeten nog 4 jaar, hè, natuurlijk, met sowieso nee, met deze. Ik vind het lastig als ze dus het debat overleeft. Zeg maar, conversaties uit appgesprekken, en dat is altijd het probleem ook bij zaken, is om dat in de juiste context te plaatsen. En dus ook, het is rap, je moet snel reageren. Maar die twee hebben slaande ruzie gekregen, natuurlijk. Ja, maar dat gebeurt altijd tussen bestuurders, snap je? En daarna gaan we gewoon weer vertellen elkaar flink de waarheid. En daarna gaan we gewoon weer door één deur. Hoe vaak ik niet als bestuurder boos ben geweest op het college, tot aan kranten toeroepen dat ik geluid ben door het college. Maar daarna ga je gewoon weer verder en ga je zaken doen. Dus het zijn ook volwassenen. Ze hebben allemaal de maturiteit, zeg maar, de volwassenheid als bestuurder om te kunnen zeggen, nou, als we hier echt objectief naar kijken, er echt boven gaan hangen, dan hebben we dingen gedaan die niet goed waren gegaan. Daar moeten we van leren. Kijk, en een goede bestuurder is iemand die gewoon zegt, ja, dit had ik beter kunnen doen. Ja. En die ruimte moeten we ook geven. Kijk, wij nemen nu ook een schot voor de boeg. Maar die ruimte moet de burgemeester morgen gewoon in de... Het is de enige plek waar ze verantwoording aflegt, is aan de raad. Het enige wat ik doe is meegeven. Let wel op mensen, de geest is uit de fles. Dit is niet alleen maar iets over hoe de bestuurder heeft gereageerd, maar ook over hoe we deze stad vanuit het veiligheidsdomein beter gaan bedienen. En tot nu toe is bewezen dat het niet... Het klinkt een beetje abstract. Wat beter gaan bedienen vanuit het veiligheidsdomein? Wat wil je daar precies mee gaan doen? Je informatiepositie, je belangstelling, je weten wat er speelt in de wijk. Maar dan heb je dus ook de reden waarom deze mensen de straat opgaan. Of waarom er nu gedemonstreerd wordt. De vraagstukken waar deze mensen de straat voor opgaan zijn niet nieuw. En we kunnen wel allemaal verbolgen zijn omdat het ontstaan is, omdat er iemand is vermoord in de Verenigde Staten. Maar ook hier zijn organisaties zoals Control Alt Delete en Amnesty International al jaren bezig om deze agenda publiekelijk breder te laten zijn dan alleen maar de zwarte gemeenschappen die het meemaakt. En dat weet de politie ook, daar hebben ze ook op geanticipeerd. Maar het is tijd, ik heb zien een aantal online op LinkedIn al een aantal politiechefs, maar ook Kamerleden die zeg maar een soort openbare biecht doen van hey, dit doet ons kijken naar ons eigen functioneren.
En dan heb ik alleen maar dingen toe te voegen als, ja, actions speak louder than words. Dus mensen, hier praten we al heel lang over, laten we nou iets anders gaan doen. Wat leren we hier nou echt fundamenteel van? Dat geldt zeker in onze stad, maar ook in het land. En hoe zie jij dat, Martijn, als het gaat om die geest die uit de fles is? Helemaal. Totaal mee eens. Iedereen denkt dat dit een tijdelijke hype is, die heeft echt zijn ogen dicht. Dit is echt het begin van een verandering waarvan je niet weet hoe die precies die gaat lopen. En daarom is het wel zo belangrijk dat als die goed verloopt, dan laten we wel weten. Er zijn ook, alleen al Nederland zijn dit een aantal fantastische demonstraties geweest. Waar echt supermooi. Het gevoel van afstand en veiligheid nog sterker zelfs. Ik hoop dat met hetzelfde plezier natuurlijk dat morgen die demonstratie die nu in Zuidoost gaat plaatsvinden. En dat het ook een enorm succes wordt. En als mensen allemaal... Gelijktijdig met het debat hier morgen, dat is saillant. Dat is wel heel saillant, dus dat is een dubbele reden om het netjes te laten verlopen. Maar ja, dus de geest is absoluut uit de fles. En nogmaals... Maar waar gaat het dan concreet toe leiden? Want bijvoorbeeld als het gaat over etnisch profileren. Daar zijn we dus in Amsterdam zeker, het korps. Daar heb jij dus ook je bijdrage aan geleverd. Daar is Amsterdam al heel lang mee bezig. Maar kijk, wat je moet zien is die onderstroom, die wordt nu de bovenstroom. En die is niet alleen maar zwart van kleur, maar die is gewoon de samenstelling van de Amsterdamse samenleving. Die 180 culturen zag ik op de Dam. Ja. Dus er is een nieuwe generatie, even heel plat gezegd, aan witte mensen tussen de 20 en de 40, die zegt, ik herken me ook in dit verhaal en ik neem hier ook afstand van en dit moet ook anders. Dat is een signaal naar de instituties, zowel dit machtige apparaat van de gemeentelijke overheid, het OM en de Driehoek. Want die maken namelijk het beleid voor de veiligheid van deze regio en onze stad. En dan moet je gaan nadenken, hoe is mijn informatiepositie? Wat voor belangstelling heb ik echt voor wat er in die wijken gebeurt? Zodat ik dit soort dingen kan overzien. Maar niet alleen maar om te voorkomen, maar dat ik geen repressieve maatregelen nodig moet hebben. En toch, tegelijkertijd, natuurlijk moet je eigen fouten in die zin niet wegpoetsen en is er werk aan de winkel. Maar zullen ook heel veel mensen denken, ja, alles goed en wel, maar wat er in Amerika is gebeurd is verschrikkelijk. Maar agenten in Amsterdam, ja, ik hoop niet dat je ze zeg maar op één lijn stelt met wat er daar zich afspeelt. Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Dat hoor je me ook niet zeggen. Kijk, en dit is of dat altijd gebeurt in dit soort discussies. Dus maar als ik je denk het gesprek, dat, veel mensen, dus ook, als je dit dat gesprek moet je dat toch voert, ook benoemen met elkaar. Nee, maar als je dit gesprek voert over de instituties en hoe ze geleid worden. De politieorganisatie wordt in onze stad, in ons land geleid door een grote groep, voornamelijk witte mannen, tussen een bepaalde leeftijdsgroep, die niet meer in touch zijn met die globalisering die effect heeft hier lokaal. En daarom kan je dus dit soort analyses krijgen als, ja nee, we hadden niet zo'n grote toestel verwacht. Maar alsof de politie zich niet inspant om juist dat het korps meer afspiegeling te laten zijn van die samenleving. Dat zeg ik niet. Je hoort me niet zeggen dat ik niet zeg dat de politie zich niet inspant. Maar het is kennelijk dus niet voldoende. Want we hebben dit allemaal niet kunnen voorzien als organisaties. Dat vind ik bijzonder. Nog even politiek, terug naar die politiek. Want jij hebt nog even rondgebeld, Martijn. Hoe lopen de hazen een beetje morgen? Nee, daar staat in die zin vast. Forum voor Democratie en VVD, moties van wantrouwen. En een aantal partijen laat hem boven de markt hangen. Dus dan het CDA, maar dat is ook maar één zetel, Partij voor de Ouderen. Maar ja, goed, als het toch telt, toch op. Dus laat ik het zo zeggen, het ziet er eigenlijk naar uit nu. Als je het puur cijfermatig scorebordjournalistiek is nu. Als het blijft bij Forum en VVD, dan heeft het redelijk cijfertechnisch goed gedaan. Ja, en je ziet het ook kantelen met inderdaad wat er nu gaande is. Ja. Waar we het over hebben, dat eigenlijk weer... Misschien zou je dat verbazen dat ik dat nu zeg. Maar het spannende, daarom kijk ik er wel met dubbele interesse naar, is... Als iemand eigenlijk in deze belachelijk benarde politieke situatie waar ze nu in zit... Met al die krachtenvelden die echt veel verder zijn dan ons Amsterdamse gebeuren hier... Als iemand in staat om in zo'n positie boven zichzelf uit te stijgen, dat de graaf van het woord heeft, is zij het. Dus ik kijk daar toch met veel interesse naar. Ja, absoluut. Ja. En hoe zouden ze zich dan precies moeten opstellen morgen? Wel enigszins deemoedig, maar ook dat aanstippen wat ja, dus je moet dus gewoon, ik zou dus heel erg zeggen, er is een heel erg grote drang, pak naar de volledige verantwoordelijkheid en zeg dan ook helemaal sorry zonder de verantwoordelijkheid weg te duwen. Ook niet het beeld te creëren dat je dat aan het doen bent. En tegelijkertijd natuurlijk ook dus deemoedig zijn en verbindend. Dus ze moet uit die groep dat ze namens één groep spreekt en tegenover iemand anders zou staan. En daar zal ze een paar kansen voor krijgen. Maar ik denk ook niet dat ze dat gaat doen hoor. De burgemeester kennende, die zat ik heb altijd het idee, ook vanuit haar verleden, dat ze boven de groepen kan staan. Dat gaat ze ook doen. En ik denk dat ze genoeg maturiteit heeft om te erkennen wat zij zelf niet goed heeft gedaan. Maar wat ik interessant vind, is dat ik dan hoop dat ze dan de lessons learned ook meeneemt vanuit hier verder. Ja. Want dit moeten we dus goed gaan doen. Want we zijn hier met z'n allen nog wel eventjes zoet mee. Het zijn spannende tijden, belangrijke tijden. Hele mooie tijden zijn dit. Ik wil jullie danken voor jullie komst onder het toezicht ook van de volgende generatie politiek analisten van de familie De Gever. Fatima en later, Martijn De Gever, hartelijk dank voor jullie komst. Als jullie ze bedankt. Zegt morgen dus dat debat en tegelijkertijd in het Nelson Mandela Park een nieuwe antiracisme demonstratie. Allemaal live te volgen op AT5. Graag tot dan. Ja, je bent nu wereldberoemd. Jee, de volgende is er. Ik ging helemaal in de weer.